een stuk bonito aan de haak. En dat is ook het enige waar je mee vist op deze manier van vissen. Zonder gewicht. En dat noemen ze dan ook freelinen. Daarbij hou je de draad in je hand, tussen je vingers of op je vinger. En zodra je dan een aanbeet voelt, die je echt wel voelt op deze manier, wacht je 3 seconden, je doet het dicht en je gaat opdraaien. Dus ja, nu is het afwachten of er wat aankomt en wat er aankomt. Heel spannend, want met zo'n grote aas kan dat best wel eens ook hele grote vis zijn. Dus we wachten even af. Hopelijk tot later. Julián no quiere tirar, dice, no, estoy esperando trabajar acá atrás, dice. Tiene que ir a con miedo. Ya no sé. Mooi, ja die heb jij wel hoor. Loop gewoon mee, loop gewoon mee. Raffi, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het vechten met het tonijn hier. Wow! Raffi, feel more drag in your wheel. Feel more drag in your wheel. More drag? Oh. Yeah. Oei, oei, oei. Ben je aan het doen? Coge! Ik ben aan het redden, ja, back up, back up, back up, back up. Nice! Watch my line, watch my line. No, no, take. Okay, no problem. Ja, we zijn hier in Panama met als captain Tatin en als deckhand Taco, Kato. Gato. En zijn we hier prachtige vis gevangen. Een aantal van de tonijnen die we vandaag hebben gevangen, de zwaarste 40 kilo. Ik denk dat ze in totaal 15 tonijnen hebben gevangen. Zeg ik dat gelijk? 15? Ja. Mahi mahi hebben we gevangen. En we zijn nog, om precies te zijn, 3 uur aan het vissen in Panama. Laat het 4 uur zijn. Eerste dag Panama. Panama! Panama! En uiteraard bij Cordes Travel Visreizen. Yay, de best! Ja, hey, fish on! Oh, God. Hey, sorry. Duif,
veel meer herinneren. Ja. Mol af. Wat wil je doen, mister? Oh, die gaat breken. Wat dan maar even klaar gaat doen. Hé, kijk, hoe is het? Ik ga even hangt een lekkere tonijn aan. Allee, ik ben wel niet zo best erboven, toch? Met een Pen Slammer 6500 HS. Ja, laat hem hier. Dat gaat prima. Hij geeft nou een beetje mee. En hopen dat we hem boven krijgen. Man, wat zijn die beesten sterk. Ik ga geloven. Oké, en over naar Maus. Maurits heeft aan de andere kant ook een tonijn eraan. Het is altijd chaos. Kijk, daar komt de jongens. Kijk eens even. En daar gaat hij weer. Teun is nog steeds aan het drillen. Nee, hij loopt weg. Kijk eens eventjes. Oh, chaosbeelden jongens, chaosbeelden. Jongens. Zo, aan de ene kant hebben we Teun hier. Ja. Teun is alweer aan het vechten vandaag met je derde tonijn. Allemaal rond de 30, 40 kilo. Ja. Deze heb ik aan een visje. Hier is live bait vissen. Kijk eens even, kijk eens even, kijk eens even. Oh, oh, oh jongens toch, dat gaat hier per keer. De Pen Slammer HS 8500 met 1400ste blue camo. Om maar even te vertellen waar we mee vissen. Kijk eens even, daar gaat hij weer. Een kracht komt door die molens, niet normaal. Weer een mooie tonijn. En dan hebben we net aan de andere kant. Staat Maus ook te drillen. Weer met een mooie tonijn. Kijk, we hebben nog een paar tonijnen hier. Watch out, watch out. Nog drie tonijnen. En dan hebben we Maus nog hier. Oh, kijk, daar is die. Jezus, die is nog groter. Ja, die is nog groot. Godverdomme. Dat is een grote. Die ga ik houden. Bij zijn staart pakken. Neerzetten. Wat? Ik maak het even voor Maus.
Hoe lang zijn we er mee bezig geweest? Ruim een uur. Dat is niet normaal, jongens. 125 kilo. Ja, geschat gewicht, straks weten we het iets beter. Op de slemmen, 8500. Ja. HS. Zo verschrikkelijk sterk. Wat een sterk beest. We zijn echt dood. Hey. Maar we hebben hem binnen. Ja. Top. Een dagje tonijnen vangen gisteren. Zijn we de eerste aan het vissen. Panama. En ik heb hier een sterke vis. Lichte materialen. Vissen met een battalion. Pen battalion Tuna Spin. Oh, mooie vis. Een sterke vis. Kijk eens hier op. Vissen met 3000ste. Bluefin Trevally. Bluefin Trevally. Yay. Kijk, Maus. Cameraman. Oh, mooi jongens. Oh, hoe zo mooi. Kijk eens wat een kleuren. Oh, mooi, mooi, mooi. Kijk eens wat een kleuren. Het is lekker warm, prachtig weer, maar goed te doen. We hebben al nu 4 verschillende soorten vis gevangen, waaronder deze needlefish, oftewel in Nederland geen. Prachtig!
dit is toch een hele mooie vis. Ik ken hem niet eens precies. Pompano. Pompano. Nou, schitterende vis hoor. Lekker sterk. En we gaan hem weer mooi terugzetten in het water. Mooie roestervis gevangen hier in Panama. Super mooie vis, super super sterk om te vangen. Echt een prachtige vis. Ja. Mooi maatje. Zo. Zwaar? Echt zwaar? Ja, het is zwaar. Maar na zoveel dagen, zoveel vis vangen, wordt ieder visje zwaar. Met wat zou je het kunnen vergelijken in Noorwegen? Met niks. Nee. Zo'n klein visje, maar toch zo sterk. Dit is Horsley. Check Ravel. Bluefish Trevally in Panama. Ik ging eigenlijk voor de roosterfish, maar ik kan je zeggen, hier doe ik het ook voor. Prachtige kleuren, heel gevecht was het. En ja, ik heb hem, ben er heel blij mee. Woo! Ja, Linda!
Panama! Panama! Panama is de best! Release it. Ja, release. Release. Ja, you, this way. You this way. Zo, dit is mijn grootste needlefish ever. Fantastische vis om te vangen. Yeah! Mouse droomvis. Careful. Groepsreis Panama 2019 met Cortez Travel. Mijn laatste worp van deze week. Een hele grote barracuda. Echt super. We gingen voor de roest in, maar dit maakt alles goed. Panama, super. 20 kilo, 20 kilo. En dan weegt ongeveer, hoor ik net, 20 kilo. Nou, een beest. Jij bent 2 meter lang, laat eens zien hoe lang die is. Ja, ik ben 2 meter. 1,60, 1,70? Zeker wel. Ah, waanzinnig. Zo sterk.